kunstschilder Johannes Vermeer is niet alleen te zien in het museum. De kinderen van basisschool OBS de Pyramide in Ridderkerk creëerden een 70 vierkante meter grote versie van zijn beroemde schilderij Het Melkmeisje, met stoepkrijt. Dat deden ze in het kader van Krijtje Koning, een actie van winkelketen Vibra, die kinderen met gratis stoepkrijt uitnodigt om lekker creatief buiten te spelen. Ja, ik vind het wel leuk vandaag. Leuk! Een professionele stoepkrijtkunstenaar, Rianne te Kaart, tekende de contouren van Het Melkmeisje op het schoolplein. De leerlingen kleurden, verdeeld in groepen, ieder een deel in. Zo ontstond langzaam het meesterwerk van Vermeer, maar dan liefst 370 keer zo groot. Hoe tof is dat?